Euripides de Bakken, het achtste filmpje over de versen 215 tot 232. Penthuis is aan het woord en hij zegt: Ek demos on mentes de tunganon chtonos. De persoonsvorm is etunganon en gecombineerd met een participium. Hier het participium van eimi betekent dat toevallig puntje, puntje, puntje. Nou, etunganons verleden tijd, een imperfectum. Ik was toevallig, dus toevallig zijnde. Hè? Ik was toevallig, ek demos, uithuizig, hè, uit, buitenlandig, tes de chtonos van dit land. Met andere woorden, ik was toevallig buiten dit land. Kluo, en ik hoor, een precis historicum, en ik hoor neogma, en daarmee congruent kaka, nieuwe slechte dingen, ana verspreid over ten de ptolin, en een ptolis is hetzelfde als een polis, verspreid over deze stad. Dus ik hoor van allerlei nieuwe rottigheden die zich in deze stad verspreiden. Namelijk dat, en dan komen er allerlei ACI's, dat de gunaika's hemin, letterlijk dat de vrouwen voor ons, oftewel onze vrouwen, dat die domata, huizen, ek leloi penais, dat is de infinitivus van het perfectum van lipo, dat die verlaten hebben hun huizen, dus dat ze buiten hun huizen zijn, want perfectum geeft een voltooide handeling en daarmee een nieuwe situatie aan. Dat onze vrouwen buiten hun huizen zijn, plastaisi bakgeiaisi, met zogenaamde bakgesfeesten, met verzonnen bakgesfeesten, met andere woorden onder het mom van bakgosfeesten. En dat die vrouwen, nog steeds een ACI, dat die en de orissi in de bergen, en wel in de daskiois, in de schaduwrijke bergen toad zijn, dat ze daar rondrennen. En gunaikas was de het onderwerp, de subjectsaccusativus van deze ACI, en daarmee congrueert het participium timosas van timao eren. Dus terwijl ze eren, en dat heb je nodig om de rest te begrijpen, de nieuwbakken godheid, dus terwijl ze eren die nieuwbakken godheid Dionysos, hostis esti, hostis is een voegwoord, wie dan ook hij is, wie die ook maar is, terwijl ze die eren met hun chorois, met hun dansen. En dat, de ACI gaat verder, en dat er plerreis, en dat congrueert met krateras, en dat vol en mesoisi in het midden van de tiassois, in het midden van de groepen, he sta nai, dat is ook een infinitivus van het perfectum, van histamai, gaan staan. En als je bent gaan staan, dan sta je. En dat vol te midden van de groepen staan, en wat dan? Krateras, kraters, oftewel mengvaten voor wijn. En dat alleen de alosse, de een hierheen, de ander daarheen, dat is een vaste uitdrukking, dat alleen is hier vrouwelijk, het gaat dus over een vrouw. En dat de een hierheen, de ene vrouw, dus hierheen en de andere vrouw daarheen, en de ACI ging verder, zei ik al, dat die de een hierheen en de ander daarheen, dat ze allemaal, in ieder geval hyperetijn, zich in dienst stellen van datgene waarvan je in dienst stelt, dat zet je in de datives, dat is uinais, dat betekent letterlijk het bed. Maar ja, het bed is de plek waar de wellust wordt gebotvierd, daarom betekent uinen in dit geval ook wel wellust. En dat de een hierheen en de ander daarheen zich in dienst stelt van de wellusten van mannen. En hoezo dan hierheen en daarheen? Nou, dat heeft te maken met het woordje ptosusan, dat is ook een participium van ptoso, hetgeen wegsluipen betekent. Dus terwijl de een hierheen en de ander daarheen wegsluipt, eis eremian, letterlijk naar verlatenheid, dus naar een stil plekje, terwijl ze dat de een hierheen en de ander daarheen doen, dat ze zich in ieder geval allemaal overgeven aan de wellust van mannen. Profasin men hos der, nou dat staat netjes voorvertaald, zogenaamd als mainadas tuoskoers, tuoskoers, oftewel goden vererende, een god vererende mainaden, maar in werkelijkheid, en de ACI gaat nog steeds verder, vandaar dat hier het werkwoord agein in de infinitivus staat. Er staat in je aantekeningen ook, de ACI gaat dus verder, maar dat is een beetje rottig om dat te vertalen, daarom zeggen ze lees agein maar als agousa's. Dus dan wordt het makkelijker. Dus terwijl ze zich verstoppen, dat ze zich overgeven aan de wellust van mannen, terwijl ze zich terugtrekken in de verlatenheid, terwijl ze zogenaamd als godenerende mainaden, maar terwijl ze agousas dus, maar terwijl ze
in werkelijkheid, prost ago betekent de voorkeur geven aan boven, maar terwijl ze in werkelijkheid de voorkeur geven aan wie dan? Dat staat in de accusatief sten afroditen, maar terwijl ze in werkelijkheid de voorkeur geven aan Afrodite en wel toe bakgiu, de genitivus die daarbij hoort, boven bakgos. Met andere woorden, ze zeggen wel dat ze daar voor bakgos zijn en dat ze daar de god aan het eren zijn als Mainade, maar, onder andere, maar ondertussen liggen ze alleen maar te rotzooien met allemaal kerels. Penthuis heeft al aardig wat van die vrouwen weer te pakken gekregen, want hij zegt hossas men un eilefa. Eilefa, de hossa's, daar begin ik mee, dat komt van hossos, zoveel als, en wel in de accusatief vrouwelijk meervoud, dus zoveel vrouwen als ik un nu of dan. Eilefa, dat is het perfectum van lambano, grijpen, dus zovelen als ik er nu te pakken heb gekregen, die soizusin, die bewaken. En natuurlijk zijn dat niet die vrouwen die bewaken, die worden juist bewaakt. Dus zoveel als ik het te pakken heb gekregen, bewaken. En wie bewaken er? Pros poloi, oftewel dienaren, of bewakers. In pandemoisi stegais, letterlijk in de staatsgevangenis. Dus de gevangenis voor algemeen demos gebruik, volksgebruik. En die bewaken ze, die vrouwen, terwijl ze desmius zijn. Terwijl ze geboeid zijn, en dat kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, terwijl ze geboeid zijn, geras, een accusatieve meervoud, een accusatief van betrekking, terwijl ze geboeid zijn wat betreft hun handen. Dus die ik te pak heb gekregen, die zit alweer in het gevang. Maar hossai de apeisi, maar zoveel als er afwezig zijn van apeimi, die terrasomai, die zal ik verjagen ex orus, uit het gebergte. En wie zijn dat dan? Nou, inote. Dat te betekent en. Ino en agawe. Agawe namelijk die mij baarde aan Aegion. En te de metera, de moeder Actaionos van Actaion. Lego, ik bedoel autonoe. Autonoe bedoel ik. Dus die zal ik uit het gebergte verjagen. En dan komt dat zinnetje ertussendoor dat volgens de uitgevers er dus uit moet met die namen. En ik zal pauso, dat is de persoonsvorm van deze zin, en ik zal hen laten ophouden. En wie zal ik laten ophouden? Sfaas, dat is hen. Dat is hetzelfde als autaas. En ik zal hen laten ophouden. Harmosaas, dat is het participium van de aoristus van harmozo, vastzetten. En dat staat in de nominativus, dus hoort bij het subject. Dat is ik. Nadat ik heb vastgezet en in siderais arcusin, oftewel in ijzeren boeien. En nadat ik hen in ijzeren boeien heb vastgezet, zal ik ze laten ophouden met, en waarmee dan laten ophouden met, kakurgu tes de bakgeias. Dat congrueert allemaal met elkaar, dat kakurgu, dat lijkt wel vrouwelijk, maar dat is een samengesteld bijvoeglijk naamwoord en dat heeft geen aparte vorm voor het vrouwelijk. Vandaar. Die zal ik laten ophouden met dit kakurgos, dit misdadige bakgeia, het bakgosfeest, en wel taga heel snel. Die krijg ik nog wel te pakken. Einde van deze regels.